ik zie bijvoorbeeld in heel veel gemeentes, inclusief Amsterdam, dat wij het probleem onderschatten. Dus u vindt dat burgemeester Van der Laan en de gemeente het probleem onderschatten? Absoluut. Ik vind dat burgemeester Van der Laan het probleem onderschat. Ik vind dat burgemeester Van der Laan nog geen duidelijke aanpak heeft als het gaat om het tegengaan van zo'n grote fenomeen. Ik vind ook dat we veel te laat zijn begonnen in Amsterdam met de discussie. Dat is pas voor de zomer geweest. Mm-hmm. Terwijl wij nu kunnen constateren dat Amsterdam leveraar nummer 3 is als het gaat om jihadstrijders. Dat is één. Maar waar ik me ook een grote zorgen om maak, en ik hoop dat wij dat we ons daar ook niet in vergissen, is de sympathie die aan het groeien is als het gaat om ISIS gedachtegoed. Vooral naar aanleiding van de internationale coalitie die nou richting Irak en Syrië bezig is met bombarderen. Ja, duidelijk punt. Dus de internationale... dat laatste wordt ook bevestigd door minister Asscher, die zegt, hè, wanneer, en overigens ook de AIVD heeft eerder gezegd, wanneer Nederland gaat deelnemen aan die luchtaanvallen in Irak, mogelijk later Syrië, dan zal dat de steun voor dergelijke bewegingen mogelijk ook in Nederland vergroten en de spanningen doen toenemen. Maar wat moet Amsterdam daar dan doen? Ik vind dat burgemeester Van der Laan het wel goed doet. Ik vind om te beginnen een belangrijk onderscheid met bijvoorbeeld Den Haag. Dat is dat hij de jihadgangers, Syrië-reizigers, hoe je ze noemen wilt, dat hij die niet in de etalage zet, vind ik heel erg goed. Ja, maar dat doet Den Haag. In Den Haag, die toont die mensen bijna met naam en adres, om te laten zien van kijk eens, we hebben er een paar gepakt. In Amsterdam wordt dat toch stilgehouden. Ik vind dat heel erg belangrijk. Omdat daarmee ook anderen niet die stimulans krijgen. Ook geen heldenstatus kan er worden verleend aan deze jongeren. Het is voor de familie ook van belang dat mensen niet in een verdomhoek komen te zitten. Je kunt dan in stilte werken aan bijvoorbeeld aan terugkeer en aan reïntegratie. Aan deradicalisering. Op dat punt denk ik dat iedere gemeente er een tandje bij kan doen. Deradicalisering. Voorkomen dat jongeren radicaliseren en uitreizen. Dat is natuurlijk veel belangrijker en effectiever dan later met de problemen zitten. Meneer Alfokari, Van der Laan doet het wel goed. Dat kan wel zo zijn, hè, dat u zegt van we gaan liever in stilte aan de slag. Kan ik ook goed begrijpen. Maar in dit geval is het een onderwerp wat heel erg speelt. Dus wat mij betreft moet je ook heel duidelijk een beleid daarin hebben. Duidelijk communiceren. Daar zit het met name dan ook dan wat mij betreft erg verkeerd. Want we hebben in Nederland... Is er goed met u gecommuniceerd? U bent een van de sleutelfiguren in de moslimgemeenschap, Marokkaanse gemeenschap. Is er met u gesproken? Nou, ik heb veel gesprekken gevoerd op het landelijke. Nauwelijks gesprekken gevoerd op het lokaal niveau. Ja. Maar nauwelijks? Nauwelijks bijna. Geen. Zeg maar geen gesprekken. Geen gesprekken. Er is niet met u gesproken door... Dat is ook niet heel interessant, omdat met mij gesproken moet worden. Maar waar het wel om gaat is dat er heel veel andere mensen zijn in Amsterdam, waarin wij altijd het idee hadden dat Amsterdam voorop liep. Waarin we denken van, nou ja, die moeten betrokken worden. Die heb ik ook gesproken, zijn ook niet betrokken. Maar waar het wel om gaat is we hebben een serieus groot probleem. Ik kan met u meegaan dat u zegt, heeft stilte nodig. Dan ben ik gerustgesteld dat er veel gewerkt wordt. Maar aan de andere kant zeg ik ook, we moeten een duidelijk beleid hebben. Omdat met stilte kan je niet het probleem oplossen met de sympathie die aan het groeien is. En die sympathie die is enorm aan het groeien. En ik maak me daar enorm zorgen om. Ja.